In 2015 heeft de gemeente samen met de ondernemers van Hilvarenbeek een economisch actieplan opgesteld. Dit plan gaf richting bij het maken van keuzes, zowel door het bedrijfsleven als de gemeente zelf. Nu, 5 jaar later, hebben we een vervolgplan nodig. Voor de ondernemers van nu, maar ook voor die van morgen. In het verleden hebben we natuurlijk heel vaak in hokjes gedacht. Hè? Er waren veel verschillende belangengroepen die ook vaak tegenover elkaar stonden. Hè? Maar vanuit die samenwerking hebben we eigenlijk ontdekt in Hilvarenbeek dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. We willen een heel fijn wonen- en werkklimaat. We willen zorgen dat de verenigingen kunnen blijven staan. Dat het sociaal-maatschappelijke leven vooral goed ondersteund wordt. En dan blijken die belangen helemaal niet zo ver uit elkaar te liggen. Als je daarmee ook die sociale kracht en die ondernemerskracht samenbundelt, dan kun je heel erg mooie resultaten krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld op Mierbeek. Wij zaten voorheen in het Groot Loo, dat was in het buitengebied. En toen kwam dit industrieterrein en toen werden wij tot keuze gesteld om hier te bouwen. Wij zijn op het moment gemiddeld met 10 mensen aan het werk. En het werk is ervoor om uit te breiden, maar de ruimte is er niet. Op het moment dat hier een lokale ondernemer vertrekt, dan heeft het ook gevolgen voor de voetbalclub, voor de school. Daar willen we echt voor komen. Maar er is wel een besef ontstaan dat we niet alleen praten over uitbreiding van bedrijventerreinen. Er zijn namelijk ook bedrijven die willen verplaatsen. Als het bedrijf op locatie A gaat vertrekken, biedt het ruimte aan natuurontwikkeling, biedt het ruimte aan toerisme, biedt het ruimte aan andere mogelijkheden. En dan praat je over een veel bredere ruimtelijke ordening. De agrarische sector staat onder druk. Economisch, ruimtelijk en maatschappelijk. Iedere ondernemer uit deze sector komt hierdoor voor een grote diversiteit aan uitdagingen te staan. Ik denk dat wij hier heel veel mooie agrarische bedrijven hebben en goede ondernemers. En ook nog wel veel jonge boeren die wel zin hebben, denk ik, om het bedrijf thuis over te nemen. Ik denk dat het ook voor ondernemers Hilvarenbeek belangrijk is als die boeren blijven. Omdat ze hier, ze produceren niet alleen hele mooie producten, maar ook ze onderhouden ook wel het buitengebied. En ik denk dat daar ook het toerisme kan trekken en weer voor andere ondernemers voordelig kan zijn. Bijvoorbeeld in de zomer doen we onze koeien buiten, dus mensen vinden het leuk om hier door de straat te fietsen en hier een overnachting te doen bij onze buren. Daarna lekker te gaan eten op het Vrijthof, de winkeltjes af te gaan. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er wel meer agrarische kennis komt in de gemeente en in de politiek. En agrarische bebouwingen die er dan nou leeg staan. Dat je specifiek kijkt van wat wil de ondernemer, wat is mogelijk op die locatie. Ondanks de uitdagingen voor veel detailhandel, heeft Hilvarenbeek een mooi aanbod van winkels, groot en klein. Een belangrijk aandachtspunt in het economisch actieplan is dat ze elkaar onderling beter gaan vinden. Samenwerking zoeken, zodat de retailsector nog beter in kan spelen op veranderd consumentengedrag en hoge verwachtingen van klanten. Wij merken hier dat hier in Hilvarenbeek echt een gunfactor is onder de consumenten. Mensen vinden het echt heel leuk dat je hier in het pandje een leuk speciaalzaak bent begonnen. We werken ook veel samen met Van Lievelee, doen we de proeverijen mee verzorgen, met de ex-troeven, de Roos. En waar ik echt trots op ben is dat mensen me echt weten te vinden, al uit Hilvarenbeek, maar ook daarbuiten. Je hebt eigenlijk een soort buurtwinkel gecreëerd. De recente uitbreiding van Beekse Bergen heeft Hilvarenbeek ook buiten de regio nog meer op de kaart gezet. Dat is onder andere merkbaar in de horeca. Ik denk dat we op een fantastische plek zitten. Kwalitatief een heel hoogwaardig bord eten maken. En dat doen in een hele gastvrije omgeving. Dat is ook echt waar Pepijn en ik voor staan. Ik denk gewoon dat je met z'n allen een mooie, leuke, gezellige omgeving moet creëren. Waardoor het aantrekkelijk wordt voor mensen om deze kant op te komen. Mooie fietsroutes, gezellig winkelaanbod, voorstellingen, kan er geparkeerd worden. Nu staan we eigenlijk aan het begin van de tweede fase. Wat kunnen we in de komende jaren doen? Wie hebben we daarvoor nodig en met welke middelen kunnen we het gaan uitvoeren straks? Het zijn vooral de ondernemers die het gedaan hebben. En daar moet ik ze ook een compliment geven. Want je moet toch over je eigen schaduw heen stappen in sommige gevallen. Hè? Want
Je kunt zelf wel een mooie winkel hebben of een mooi bedrijf hebben, maar je bent toch weer aan het denken voor anderen. Hoe zorgen we er samen voor dat we het gastvrije, Bourgondische en ondernemende Hilvarenbeek blijven? Ondernemend Hilvarenbeek. Het is hier echt.